Ga dat beest overnemen, heb je dat al laten zien? Ga ik niet laten zien. Kijk dit, jongen. Kijk dit beest. En dan moet je even je bril opzetten. Met... Oh? Hoeveel swag heeft deze knakker? Ja, met zieke swag. Met zijn oorbellen. Dit is toch... Maar hier met zullen we gewoon even een uurtje hiernaar kijken? Ja. Twee jaar? Wow. Maar die speelde niet zo soepel als deze, die conversatie. Ja, en hier een... dat wilde die ook doen met Thor. Dat keert de Evil Within, worden hier voor twee items. Sorry! Wow, fucking hell! Nee, niet heel erg. Ik heb geen Switch ook, nog niet. Ik heb wel op zich... Ik denk dat het voor mij... Heavy Rain is. Sean! Ja, Sean! 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 Heb ik het geduld daarvoor? Ja. Ja, nu al. Ja, nu zou je kunnen doen. Ja. Gewoon nu gaan. Nee! Oh! Terug! Nee! Oh. Nee! Oh! Wat je? Nee! Wat dan maar. Oké, ja hoor. Dat ongelooflijk. Ik ga hier nou al voor de 120ste keer dood en ik vind het super leuk. Van God het zelfs. God. Ik heb mijn pak aan. En zie je waarom. Maar dit is nog vrij aan het begin? Of zijn we al ver? Ja, want hij is niet heel erg goed, dus je kunt het zien dat het redelijk aan het begin is. Ja, nee, dit is best wel aan het begin, ja. Okay. Helaas. Ah, jongens! Fuck, man! Oké, ik ga hem echt een moeilijkheidsgraadje lager zetten, want ik ben nu echt boven. Maakt een mooie goeie films, die oude. zo'n boekje met hiërogliefen die daar zo. Wie weet hadden ze het, maar zitten die nog ergens verborgen in de piramides? Ja, in die schaduwen. Ja. Nou ja, weet je, de piramides zijn gebouwd door aliens, dus een dikke vette kans dat ze ook gewoon tv hadden. Die hadden al 3D hologram. Wel ja, joh. Ja, sowieso. Moeten jullie niet naar bed of zo? Het is toch best wel s'nachts of zo? Ja, super awkward schaalspel was dat. Ja. Jij komt erbij zo staan en je gaat zo van. Ja, maar zo ver, zo breed kan vliegt hij toch niet? Jawel, let op, dat kan je. Moet ik dan gewoon deze schub move doen? Nee, je kan gewoon springen. Oh, gewoon springen? Ja. Ja. Ik doe het. Even aanloop. Klein beetje help. Oh ja, oh. Je hebt wel veel horizontaal hoor. Oh! Ja, doe het, doe het! Yo! Ik weet niet of dit de bedoeling was, maar... Nee, drijf het naar Berlin! Ik verbaas me altijd mooi hoe jij melee uitspreekt. Ja, sorry, ja. Wat zei je, melee? Melee. Maar volgens mij is melee ook niet, volgens mij is het melee? Ja, melee, ja. Maar die met 17. Die bonecracker. Maar deze is weer langzamer, toch? Ja, maar je moet... Kijk nou, die 17. Die 17 beter. Yeah. Very fast, Jordi. 17 meter. Ja, die 17 meter. Dit is dit is prima gewoon. Ja, daar gaat hij. Misschien wordt het dan een keer... Kijk, deze zat er gewoon nog wat op. Lekker is dat, hè? Ja. Oh nee, wacht, er zit er gewoon een gat in. Er zit wel een gat in, maar hij zat er nog op. Ja, die moet echt af, man. Zou ik hem iemand cadeau geven? Zou ik hem gewoon in een goodiebag doen? Ja, toch maar. Iemand krijgt dit plasticje. Die zou die fucking blij mee zijn. Ja, toch? Maar ik doe maar een paar denken. Die liet altijd overal plasticjes op zitten. Ja, mijn vader doet het ook, man. Zijn hele laptop is een soort van kermis met reclame stickers. Oh ja, die stickers die moet ik er ook altijd meteen afhalen, joh. Ja. En mijn pa die liet altijd zelfs, die was nog even een stukje erger, die liet altijd plastic zakjes om zijn afstandsbediening heen zitten. Wat? Die deed fucking plastic zakjes om afstandsbediening heen, zodat ze niet smerig werden. Wauw. Ja, I know. Okay, mannetjes. Even zo. Ja! Wow. Oh, pas op! Oh. Oké, de techniek is er. Dat die Mario die pokkenpijn in zijn kop heeft ondertussen. Ja, maar daarvoor is die pet. Oh ja, die pet. Ja. Oh wauw, dit wordt moeilijk. Ik zie het al. Dit wordt heel moeilijk. Oh! Moet ik alweer helemaal opnieuw denken? Ik ben bang van wel. Dilemma van de dag. Nooit meer kunnen poepen of nooit meer kunnen praten. Ja, ik denk dat als je nooit meer kan poepen, dat je vanzelf wel doodgaat. Dus ik weet het niet meer. Ja, maar dat is altijd. Ja, maar dat, in dat dilemma wordt altijd meegenomen dat je dan ook wel overleeft. Zeg maar, dat je dan ook een leven zonder. Ja, maar dan heb je het hele leven een langer gevoel dat je moet poepen. Soms is het wel een lekker gevoel. Nee. Ligt eraan hoe nodig je moet, toch? Ligt eraan hoe dichtbij de wc is, denk ik. Als je een beetje moet poepen, is wel oké. Okay. Oké. Hey, wacht nou, want deze stopt waarschijnlijk ook gewoon. Nee. Nee.
Jump naar de andere! Ja, ook, maar nu! Oké, dit moet weer. Ja, dit gaat lukken. It's a camel. Of een dromedaris. Hij heeft één beeld. Is het dan een kameel of een dromedaris? Een kameel heeft twee beelden. Een dromedaris heeft er één. Ja. Yes. Nou, dan hebben we er één. Maar, ik ben een dierenexpert. Vraag maar iets van dieren. Doe maar, vraag maar. Wie heeft een vraag over fucking dieren? Hoe kan ik sprinten? Ja, hier, Matthijs heeft de regisseurboy heeft een vraag over dieren. Komt-ie. Vissen, hè? Die halen zuurstof uit de lucht. Die halen voor... uit het water bedoel ik. Ja. Die halen zuurstof uit water. Ja, met een kieuwen. Zien vissen dan water ook niet, zeg maar. Net zoals dat wij de lucht zien. Wat? Vissen dan onder water. Zien die dan ook niet dat ze in het water zijn? Dit is echt geen dierenvraag. Dit is een of andere metafysische, filosofische vraag. En dan ga je nadenken over of vissen een zelfbewustzijn hebben en zo. En of ze ik denk niet. Ideeën hebben over hun omgeving. Ik denk serieus dat vissen de allerdomste wezens op deze planeet zijn. Ja, maar water zie je in principe toch ook niet? Nee. Maar toch? Super leuk dat jullie allemaal gekeken hebben. Zoveel mensen tegelijk. Tof om zo'n... Oh, kijk, Hooiberg. Wow, die sprong deed hij wel awesome. Ja, maar ze hebben me gezien, dus dat helpt niet. Oké, we gaan niet wachten tot Sven op de toren is. Dat mogen jullie lekker zelf doen. Dat is ook veel leuker om zelf te ontdekken, denk ik. Ik moest altijd, als ik me gedoucht had, moest ik altijd het water in de badkuip laten staan. Zodat hij daar nog mee in bad kon. Dat was waterbesparend. Dus mijn pa die had altijd... zich te wassen in mijn nou ja, toen trok ik me nog niet. Ik hoop niet dat je zo in de douche zat. Toen deed ik dat dan niet. Dan was hij er waarschijnlijk wel in één keer af geweest. Hey, je zag toch dat hij eruit kwam? Ja, maar ik ging niet verder recht van de jump. Ook aan het festival. Ja, dit is wel echt een... En je hoort het ook door de hele stad. De slapen homa. De hele stad doet mee. Ja. Jee, wow, we zijn met 3D. Ja, en je bent de enige in je blote reet. En je loopt het podium op. We hebben voor je hulp het hele festival wordt plat gelegd. Het is een superman. Normaal gesproken heb je al lang beveiligers gewoon in je nek. Je loopt de streaker het podium op. Ja, bij de burgemeester ook nog eens.